daar had je dus wel een serieus rendement aan behaald. Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering Starten met Crypto 2.0. Vandaag wil ik gaan kijken met jullie naar basisstrategieën om long-term te investeren. Allereerst wil ik beginnen met dat dit uiteraard geen financieel advies is. Je moet ten alle tijde je eigen onderzoek doen, maar wil je beginnen met crypto? Zijn dit vier manieren om long-term te kijken, puur op investeringsbasis. Dus niet traden, gewoon ik wil investeren in crypto, wat kan ik doen? Strategie nummer 1. Het holden van Bitcoin. Dit is de meest simpele strategie die er is. Alleen Bitcoin kopen, die vasthouden en dan over een paar jaar kijken wat het waard is. In het verleden hebben we natuurlijk een aantal resultaten behaald. Die geven je nooit geen garantie voor de toekomst, maar we kunnen wel kijken wat dat had gedaan als je bijvoorbeeld 2 jaar geleden Bitcoin had gekocht. Dit zijn de prijzen van vandaag de dag. $4.085 voor Bitcoin op dit moment. En als we dan ongeveer 2 jaar teruggaan, de historical snapshot gaat tot 26 maart en die heb ik even bijgepakt, dus dat is ongeveer 2 jaar terug. Dan zien we dat Bitcoin toen de tijd op $966 stond. Dat is ongeveer een 4 keer verdubbeling op je inleg. Dus gewoon een simpele manier om te starten met crypto, Bitcoin kopen, vasthouden en dat voor langere tijd. Gemiddeld risico en eventueel kans op een redelijk hoog rendement, omdat we allemaal het vertrouwen hebben dat Bitcoin uiteindelijk weer nieuwe all-time highs gaat bereiken. Dan hebben we strategy number 2, de Big Five. Dat is eigenlijk op een platform zoals bijvoorbeeld Bitcoin Meester, zodat er ook geen verdere exchanges bij komen kijken. Gewoon easy, makkelijk om mee te beginnen. De top 5 cryptocurrencies kopen en dat verdelen in 5 verschillende coins. 20% in Bitcoin, 20% in Ethereum, 20% in XRP, 20% in EOS en 20% in Litecoin. Ook voor die vorm van investeren kunnen we even een blik terugwerpen. We kijken naar Bitcoin, Ethereum, XRP, EOS en Litecoin. Op dit moment $4.085, zoals we net al zeiden, $140, 30 cent, $4.34 en $61.45. Nou ja, de Bitcoin die hebben we net gehad. Kijken we naar Ethereum, $140 tegenover $50 2 jaar geleden. Tuurlijk zitten we nu op eventueel het diepste punt. We zijn natuurlijk flink gezakt. En daarnaast sta je dus nu na 2 jaar tijd in de dip nog steeds op een redelijk rendement. Goed, dan kijken we naar XRP, 30 cent. 2 jaar geleden XRP, 0,009 cent. Daar had je dus wel een serieus rendement aan behaald in 2 jaar tijd. EOS, die bestond toen nog niet. EOS is in 2017 uit een ICO gekomen en toen de tijd was die er nog niet. Litecoin was er zeker wel, $61 en 45 cent. En toen de tijd was Litecoin $4 en 6 cent. Dus dat is ook een heel leuk rendement over 2 jaar gezien. Dan hebben we strategy number 3. En dit is, vind ik zelf, een lekkere vorm van portfolio indelen. Normaal gesproken hebben we een gedeelte fiat ook bij ons in de portfolio zitten. En zeggen we altijd, het grootste gedeelte moet Bitcoin zijn. Gedeelte fiat over hebben. Maar een diverse portfolio zorgt ervoor dat je dus minder risico loopt. Je gaat nooit op één paard wedden. Je zorgt altijd dat je zo gespreid mogelijk investeert, zodat je je kansen spreidt. 30% in de top 5 zeggen we. Bitcoin, Ethereum, XRP, EOS en Litecoin, net zoals net. 50% daarnaast in de overige top 20, bijvoorbeeld Cardano, Bitcoin Cash, XLM, TRX, noem ze maar op. En 20% om te speculeren. En met speculeren bedoelen we echt gewoon een risicocointje. Een risicogedeelte van je portfolio. Dus kies een coin uit de overige top 100. Wil je verder gaan, 200, 300. Gewoon even een extra risicootje voor eventueel wat hogere gains. De top 20. De top 5 hebben we net in principe al meegenomen. Overige top 20, Bitcoin Cash, Binance Coin. Die was er dan ook nog niet toen de tijd. Stellar, ja, Tether laten we uiteraard buitenwege, want dat is geen investering. Dat is een stablecoin. Cardano, Tron, SV was er ook niet.
Monero, IOTA, Dash. We gaan even kijken. Goed, maart 2017. Goed, we gaan even kijken. De bovenste regionen, die hebben we gehad. Welke zullen we voor dit voorbeeld even meenemen? Cardano was er toen ook nog. Neo. Neo, $9.39. Gaan we eens even kijken waar Neo in maart 2017 ergens gebleven is. Kijk, toen stond Neo op plek 44 en was die $16 waard. Had je alleen op Bitcoin gewed, was dat een keer 4 geworden. Vanaf bijna $1000. En Neo, ja, die heeft toch wel een stuk dikkere gains gemaakt in dat geval. Dus portfolio spreiden is ook je risico spreiden. Dan hebben we nog de 20% speculeren. En dan gaan we echt even iets verder naar beneden kijken. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar, even kijken hoor, Megacoin, Gambit, dat is een beetje Goestel. GRS, eens even kijken. Goestel coin was $0.006. Kijken we even naar wat dat vandaag de dag is. Goestel coin is vandaag de dag $0.44. Ten opzichte van $0.006. Dat is een, dat is een 75x of zo. Dat is serieus gains. Dat is heel erg nice. Maar gaan we bijvoorbeeld kijken naar, even kijken hoor. Ik heb net even zitten spieken. Hyperspace, $0.06 in 2017. En dan kijken we naar Hyperspace op dit moment. 0,01, bijna 0,02. Dan had je gewoon zo'n 60-70% verlies gehad. Dus het speculeren gedeelte in je portfolio, divers portfolio, is laag risico, gemiddeld rendement. Dus hetzelfde risico als bij portfolio nummertje 2. En dan hebben we strategie nummer 4 nog. En dat is voor de waaghalzen onder ons. Die gaan 100% op in speculatie. Dus die gaan bijvoorbeeld 100% zitten in een hyperspace en geloven alleen maar in één project. En daarom zeggen wij ook altijd, word niet verliefd op een coin. Heb jij whitepaper gelezen van een heel mooi project? Je denkt, dit is het, gouden bergen beloven ze en dit is helemaal het einde. En je gaat daar 100% voor en het blijkt uiteindelijk een hyperspace te zijn. Kom je van een koude kermis thuis. Dus 100% ingaan op speculeren of op een... Ja, risicocoin is hoog risico, eventueel hoog rendement, maar ook een hoog verlies kun je niet uitsluiten. Dus deze strategie die zal ik sowieso niet aanraden. En dit is gewoon een slechte keus wat betreft de strategieën. Voor de beginners, Bitcoin holden. Gedeelde portfolio is altijd het best. Makkelijk op een... niet exchanges of een broker waar je makkelijk coins kan kopen, zoals bijvoorbeeld Bitcoin Meester. Wil je daarmee beginnen? Heb je helemaal geen verstand van crypto? Er zijn ook altijd mensen bij ons aanwezig in Discord die eventueel kunnen helpen met vragen als iets niet lukt op Bitcoin Meester. Zoals gezegd, we zijn partner, dus er zijn ook mensen bij ons in Discord die je direct kunnen helpen als je vragen hebt. Dit zijn de strategieën waar je als beginner mee kan beginnen. Geen kennis voor nodig. Coins aanschaffen op een bijvoorbeeld dollar cost average manier. Hebben we ook een serie van. Dus wil je dat volgen? Wil je weten hoe dollar cost average werkt? Die manier van aanschaffen hoef je ook niet heel veel kennis van te hebben. Is vrij simpel. En kan jou hele leuke gains opleveren op lange termijn. Voor de beginners, dit zijn de strategieën. Vond je dit een leuke video? Druk even op de duim en abonneer op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Onderaan de video zijn alle links naar bijvoorbeeld ons Discord kanaal. Merchandise, links naar exchanges, noem maar op. Alles staat onderaan de video. Ik zie jullie graag volgende keer. Laters.